Ik heb gehoord dat jij binnenkort bij ons komt zwemmen. Wat onwijs leuk! In dit filmpje laat ik je het zwembad zien en vertel ik belangrijke informatie over de zwemles aan jouw ouders. Kom je mee? Welkom bij Sportcentrum De Zuidplas in Moordrecht. Leuk dat je bij ons komt zwemmen. Om binnen te komen in het zwembad is het belangrijk dat je een zwempasje hebt. Deze haal je voor de start van jouw eerste zwemles op bij de receptie. Iedere keer als je komt zwemmen, scan je de pas bij het kastje op de muur en gaat het poortje open. De pas moet voor aanvang van elke zwemles gescand worden om toegang te krijgen tot de zwemles. Als je jouw pasje hebt gescand, loop je door naar de kleedkamers. De eerste kleedkamers zijn voor de jongens en de laatste kleedkamers voor de meisjes. Hier doe je jouw zwemkleding aan. Papa en mama stoppen jouw kleding in een tas en bewaren deze terwijl je aan het zwemmen bent. Als je jouw zwemkleding aan hebt, loop je door naar de andere kant van de kleedkamer. Hier wacht je samen met papa of mama achter de doorzichtige flappen, totdat jouw zwemjuf of meester je komt ophalen voor de zwemles. Nu gaan we wat informatie vertellen die belangrijk is voor jouw ouders. Voor het A-diploma moeten 4 lesfases worden doorlopen. Iedere lesfase duurt 3 maanden. Totaal doet het behalen van het A-diploma dus ongeveer een jaar. Tijdens de lesfases van het A-diploma wordt uw zoon of dochter begeleid door een vaste zwemonderwijzer. Aan het einde van badje 4 wordt er gekeken of de vaardigheden van uw zoon of dochter voldoende op het niveau zijn om te kunnen gaan afzwemmen. Als dat het geval is, krijgt uw zoon of dochter zijn of haar diplomabrief mee naar huis. En dat betekent dat uw zoon of dochter mag gaan afzwemmen voor het A-diploma. Echter kan het zo zijn dat de vaardigheden van uw kind nog niet voldoende op niveau zijn om door te gaan naar het volgende badje. De lesfase moet dan opnieuw worden gevolgd en hierdoor zet uw kind zijn lessen voort in een ander groepje. Het kan dan dus voorkomen dat uw zoon of dochter bij een andere zwemonderwijzer komt te zwemmen. Dat uw kind de lesfase opnieuw moet volgen, proberen wij natuurlijk te voorkomen. Hiervoor organiseren wij extra lessen. Tijdens een extra les wordt er een specifiek onderdeel geoefend waar uw kind moeite mee heeft. Het uitnodigen van uw kind voor extra les gebeurt altijd op advies van de zwemonderwijzer. Het is altijd goed om zelf te oefenen tijdens onze recreatieve zwemuren. Als een kind vaker in het water is, zal hij de vaardigheden sneller gaan beheersen. U kunt hiervoor altijd tips vragen bij een van de zwemonderwijzers. Het kan ook zijn dat u niks hoort van de zwemonderwijzer gedurende het zwemlestraject. Dit betekent dat het goed gaat. Uw kind is dan hard op weg om zijn of haar A-diploma te gaan behalen. Om het zwemdiploma te behalen, dient een kind met kleding aan te leren zwemmen. Dit oefenen wij altijd de eerste zwemles van de nieuwe maand. Dit betekent dat een kind de vereiste kleding over hun badkleding aantrekt in de zwemles. Tijdens alle schoolvakanties, met uitzondering van nationale feestdagen en de zomervakantie, gaan alle zwemlessen door. Indien een zwemles valt op een nationale feestdag en deze hierdoor komt te vervallen, wordt hiervoor een inhaalles aangeboden. Informatie hierover kunt u vinden op de verschillende informatieborden in het pand. Alle belangrijke informatie over de zwemlessen is daar terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld de kledingeisen, inhaallessen en wanneer de kijkles is. Tijdens een kijkles mag u de eerste 20 minuten mee naar binnen in de zwemzaal om de zwemkunsten van uw kind te bewonderen. Een kijkles organiseren wij 1 keer per lesperiode.
Like daarnaast ook onze Facebookpagina. En zo bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws omtrent onze zwemlessen. Zo, en is het nu eindelijk tijd voor jouw allereerste zwemles. Zoals ik zei aan het begin van het filmpje, wacht je samen met jouw papa of mama achter de flappen in de kleedkamer totdat de badmeester of badjuf jou komt ophalen. Tijdens jouw allereerste zwemles mogen papa of mama eventjes mee naar binnen om te kijken wat jij al allemaal kan. Daarna gaat papa of mama naar de sportkantine en kunnen zij vanuit het raam kijken naar jouw zwemles. Stiekem kan je nog een beetje zwaaien naar papa of mama tijdens je zwemles. Nadat de badjuf of de badmeester al jullie namen heeft gecontroleerd, lopen we een klein rondje door het zwembad. Dan laten we jou zien welke juffen en meesters er allemaal zijn, waar je de sportkantine kan zien vanuit het zwembad en waar de douches en de wc is. Als we dit allemaal hebben gedaan, gaan we dan eindelijk het water in. We gaan heel veel verschillende oefeningen doen, zoals bijvoorbeeld spetters maken met je benen. Aan het einde van de zwemles krijg je een mooi tasje van ons mee naar huis, waar je jouw gekregen zwemt-shirt kan instoppen. Dat t-shirt kan je gebruiken met de zwemlessen als je met kleding mag oefenen. Voor papa en mama vind je een boekje in dat tasje. Daar staat alle informatie in die belangrijk is voor jouw zwemles. Wij hebben er heel veel zin in en vinden het superleuk dat jij bij ons komt zwemmen. Hopelijk heb jij er ook heel veel zin in en zien we jou snel bij ons in het zwembad. Doei doei!